Stolk. Schotje valt. Kan de bal nog met moeite kwijt. Stolk. Naar de inkomende Kozak. Mooie paas. Goed gezien van Stolk. Eerste voorsprong voor Landstede Hemmers. Hoeven. Dikkersen draait makkelijk weg bij Moors. Dunkt de bal erin. In de knip te houden. Makonda. Bal valt. Moors op de kop. 7 seconden op de schotklok. Moors krijgt hem mee. Zoekt het contact op. En daar is Gunn met een doordunk. Christenberry kijkt wat hij heeft. Pekenkop. Langs Brandsma, geen fout. Maar wel de putback van Dickerson. Makonda, jumpertje en raak. Gunn met een 3. Ja, en zo staat Leeuwarden voor het eerst sinds. Zwolle had de overwinning tegen Leeuwarden ook wel nodig woensdag. Want in de Elite Gold lukte het maar niet om te winnen dit jaar. En ook een knappe bal van Christenberry. Stand gelijk. Delft op 14 puntjes inmiddels. Hoef uit de hoek. Ook raak. Valt niet. 7 seconden op de klok nog. Pekenkop. Jumpertje raak. Eerste score van het vierde kwart voor Isaiah Burnett. Zijn eerste score van de wedstrijd. Ekamba naar de hoek naar Stolk. Opnieuw succesvol met een 3-punter. Christenberry valt de basket aan, gooit hem erin. 16 puntjes voor hem. Gunn houdt hem net in, Delft uit de hoek. En opnieuw raak. Verschil weer onder de 10. Als ik het goed heb, naar de hoogste competitie in Nieuw-Zeeland gaat. Delft. Warner met zijn laatste schot. En alsnog een score voor hem. En Zwolle is de eerste ploeg die zich plaatst voor de tweede ronde van de play-offs.